lang geleden dat de zaal in Eerstdorp nog zo overvol heeft gezeten. Ja? Het zal zeker goed doen. Ja, het is lang geleden dat we deze sfeer nog hebben meegemaakt. En hopelijk kunnen onze handbal Rode Duivels zich daaraan optrekken. We hebben balbezit voor de eerste aanval. Twee keer 30 minuten. De terugwedstrijd is pas in juni. Hè? Dus, ja. Er zit nog wel daarvoor nog wedstrijd tegen Ierland. Maar daar gaan we vanuit dat we die wel winnen. We zijn weg. Een rustige opbouw. Dus, dan is er vooral een beetje afwachten te nemen. Verdediging wat aftasten. Oei, en dat is een technische fout. Dat is kostbaar misschien wel. Oké, okay, Ivan. Goed dat het spel stil liggen. Hier komt hij de eerste keer aan de bal. Batraaien wordt onmiddellijk aangepakt. Door Robijns was het. Ja, die wisten die de wissel doen met Janima, die alleen maar aanvallend speelt, de nummer 7. Ook wel iemand die in het oog moet houden. Het is niet alleen Patrij die de doelpunten zal maken. Ook het nummer 7 moet je zeker en vast goed in het oog houden. Linkshandige speler die heel lang in de Zweedse competitie gespeeld heeft. En nu in de derde Bundesliga speelt bij Aue. Eventjes een opstootje tussen Van Wezenmaal en Johansson. En goed uitgekomen, goed verdedigd van Kallenbergs. Patrij, Patrij bedient Johansson. Stond in de cirkel. In de cirkel, ja. Dat was de cirkelfout van de speler van Estland. Eerste redding van de Estse doelman. Eerste shot en een goede recuperatie van Thomas Kallenbergs. En nu terug eventjes geduldig opbouwen. Voorlopig nog geen score. We zijn bijna 2 minuten onderweg. Ja. En hier. Een foutje van de verdediging. Pivotspeler even onderuit gehaald, Bollard. Je zal zien ook. Verdedigend zal het aftasten zijn. Een beetje kijken wat de scheidsrechter toelaat en wat ze niet toelaat. Robijns. Wil zich nog doorbrengen. Hij wordt dan foutief gestopt. De gele kaart. De gele kaart. Vroeger wel van Tom. Goed gespeeld. Ja. Spijtig genoeg dat hij niet kon scoren. Een verwittiging voor de man. In de verdediging van Estland. Kan hem straks misschien 2 minuten opleveren. Ja, hier vrede... komt hij opnieuw. Moeilijk. Ja. Ook een cirkelfout van Nathan. Ja, blanke scoren nog altijd. En hier op de dekblad. Dat is een doelpoging van Janima. Die toch wel blijft staan nu in de verdediging. Hij zit met een lange wissel natuurlijk. Hij zit aan de overkant van het veld. Het is niet zo simpel om dan gewoon af te lopen. Een beetje weggeschoven. Dat is hoekspeler Kouwenbergs. Die voor Angers in Frankrijk uitkomt. Deze man. Koppeljar. Andere kant. Van Wezenmaal gered. Inworp voor de Belgen. Ja. Balbezit blijft. Ja, goede redding. Hier komt hij opnieuw. Koppeljaar nog niet. Maar bewegen we niet. Goed. Goed. De nul is van het bord. Mooie beweging, Ivan Koppeljaar. Nou, zeer goede beweging van Ivan. Dan staat hij onbekend. Kort bij de man. Overtrekbeweging en dan scoren. Dat is goed voor het vertrouwen. Inderdaad. Patrij die even reageerde aan de hiel voelde. Ja, nou, een beetje hard neemt aan de hiel. In principe mag het niet meer, maar... Hier komt hij. Kijk eens aan. Goh, droog in de hoek. Er gaat veel kracht vanuit natuurlijk. Hè. Snelle transitie. Onderhand. Thomas Kallenbergs. Ja. Mooi shot.
snel gedaan. En dat is ook een tactisch plannetje van de Belgische coach. Om de Esten te verrassen op snelheid. We zijn natuurlijk een stuk kleiner dan die Esten. Dan moeten we een snelheid gebruiken. Zij hebben meer kracht. Ah, dit gaat goed rond. Hier komt hij een tweede keer. Hij heeft hem door. Ja, en strafworp. Mooie stop van Jens. Maar foutief gestart aan de cirkel. Lep met de strafworp. Het duwboutje boven zijn hoofd. Mooi gedaan. Ja. Komt er nu op aan die Esten niet te veel voorsprong te laten nemen. En de eerste 10 minuten gelijk opgaand door te brengen. Dat is vrij belangrijk in zo'n wedstrijd. Ja, onderuit gehaald even. Ook een gele kaart. Rabijns die de kaarten afdwingt. Ja, Tom is een snelle gast en de verdediging van de Esten heeft het vrij moeilijk met hem. Hij moet blijven gaan. Zelfs kan er wel een 2 minuten straf uitvallen. Hier een misser. En dan afgeschermd. En nu het doelpunt trachten te vermijden. Tegenstoot. Is niet te vermijden. Johansson. Goed bediend. Prachtige pass van Lep. Hier. Ja, schitterend via de bodem. Ja, goed gespeeld. De Belgen niet tijdig terug naar die 6 meter. En de Belgen. 1-0 voor, maar 2-3 achter nu. Belgium, Belgium. Toplejar. Voor een Wezenmaal en weer Alexiev. Tweede goede redding van de Estse doelman. Nou, grote keeper. Patraai een tweede keer. Lep. Kan er niet door. Johansson dan. En weer is het raak. Ja, de bal blijft doorgaan. Hè. Ze moeten proberen die bal stil te leggen in de verdediging. En die 9 meter te proberen te maken. Maar als hij de bal laat doorspelen, dat wordt het gevaarlijk natuurlijk. Komt die mist. Een beetje te overhaast. En hier een nieuwe goal. Ja, fast break. 2-5. Dat wordt snel, dat wordt snel. En dat gaat veel te snel. We moeten iets meer geduld brengen op het moment dat ze 6 tegen 6 spelen. De juist op Robijn 3 keer neemt hij een gele kaart. Dat zou ze meer moeten doen en proberen die 2 minuten af te dwingen. Dat zou veel beter zijn. Zo komt deze aanval opnieuw onder druk. Met een doelpunt is nodig en het wordt een balverlies. En ik vrees een nieuw doelpunt. Ja, tegenaanval, ja. Dat zijn natuurlijk de gemakkelijkste doelpunten. Hè. Bij technische fouten of slechte passes, dan wordt hij gewoon platgelopen. Dat is hetgeen wat je moet vermijden. Roba. Ja, Patraai nog maar 1 keer gescoord. Maar je ziet, de andere Esten kunnen ook scoren. 2-6. Ja, in deze fase natuurlijk is Patraai minder belangrijk in die loopfases. Kerini is erop gekomen en dan een doelpunt. Ja, met de shotdruk van achteruit, dat is goed. Goeie shot van Kerini. Ja, verrassend. En hopen nu dat we ze kunnen tegenhouden. Ja, dat was een verrassend schot. Niet met al te veel kracht, maar... Een beetje vegen. Wordt gevaarlijk op de vloer. In de verdediging wordt Kopliar naar de kant gehaald en dan de andere Bollard. Ja, Thomas Bollard die inkomt in het centrum, die is een pak groter natuurlijk dan Ivan. En speelt Nathan Bollard tegenover Dirk Patraai. Ah, goed doorgeven, hier komt hij weer. Ah, goed doorzien.
van Bolaars. Krijg je het in de band, kan niet om meenemen. Johansson dit keer niet bereikt. Hier toe de man van de doelpunten. Vastzitten. Ja, hier kan Petraini door. Wel balvoordeel voor de Este. Nou, wordt stevig aangepakt. Wow. En hier komt hij voor zijn eigen rebound. En dit wordt een gele kaart. Heel hoog opverend. Prachtige actie, maar vooral hier pakt hij de rebound. En dan dwingt hij een vrijworp af. Niet even zijn klasse zien, ook al scoorde hij niet. Dat was een erg ver, 11 meter dat hij aanlegde. Gelukkig was het doel dat daar. Maar ik kon de bal terug zelf opvangen. Vanaf zijn 17 speler van het jaar in Estland. Nou ook naar het buitenland geweest. Zelfs in Qatar gespeeld, denk ik. Ja, ja, een paar maanden in Qatar. Naar zijn eerste Bundesliga reis is hem 3 maanden naar Qatar gaan spelen. En nu terug bij Hannover. En dan wisselen ze van hoek hier. Opletten nu. Oké, okay, goed contact. Maar hier... Oeh, en Johansson mist hem worden. Dat is goed. De eerste keer dat heeft Johansson helemaal vrijstaand mist. Ik kan de Belgen wat vertrouwen geven. Komt hier weer. Kerimi. Oeh, getelefoneerd. Oeh. En dit wordt afgestraft. Pedoma. Ja, makkelijk. Te veel technische fouten in de eerste minuten. Dus twee heel slechte passes. En dan een goed begin. Duivels, de Rode Duivels helemaal het noorden kwijt. 3-7. Heeft hij nu wel geduld, Kerimi? Koppelaar heeft geduld. Die speelt dat spelletje goed. Okay. Ja. Eerst iets meer tijd nemen om die opbouw rustig aan te doen en dan doorzetten. Dat is een zeer goede actie van Thomas Bolaars. Patraille met Lep. Zo begint het meisje in bestal bij de Este. Hier komt er tempo in. En hele kaart nu voor Bolaars. Maar toch wel goed verdedigd van Thomas. Ja, werd even een truitje getrokken daar. De fout was nodig. Hier komt hij. Ja, ja. Ze hebben dat trucje bij, door bij Rode, bij Johansson. Uitstekende cirkelspeler, maar de laatste twee aanvallen scoort hij niet. Opletten nu niet te overhaast gaan besluiten. Kan de aansluittreffer worden tot 7-5. Ja, belangrijk. Ja, dit is, heeft te veel tijd gekost. Het heeft eigenlijk een goede paas van Ivan Rimas naar Pivot. Daar moest hij mee doen. Ja, goed onderschept. Bolaars, ziet hij hier iemand? Inderdaad. Koppeljaar. Linkshandig. Beetje later, maar toch 5-7. En vooral het werk in verdediging was de laatste minuut veel beter. En nu, doet hij het zelf of geeft hij hem weer aan Johansson? Het gaat naar Pinon en goed verdedigd opnieuw. Ja, de verdediging krijgt precies toch wat meer vertrouwen. Er is ook wel een loopfoutje van Patraille. Oh, sterk afgewerkt door Lep. Nee,
Janema. Ja, Janema ook. Je ziet, hij kan ook shotten naar doen natuurlijk. Spijkerharde worp. 5-8. Komt erop aan om rustig te blijven en steeds mee te blijven scoren. Dan wordt die voorsprong niet groter. Dat is belangrijk. Koppeljaar. De man met het overzicht. En hier wezen. Keeper. En weer is Johansen goed afgestopt. Goeie paas. En Koppeljaar werkt er. Fastbreakback. Je ziet telkens na een technische fout, of het nu bij ons is of bij de eerste, zo'n break, dat zijn natuurlijk altijd nuttige doelpunten en gemakkelijke doelpunten. 6-8. Johansen speelt samen, Pinonen. Patrice zit even dat bank, Pinonen. Pas gehouden door Bollard. En kost hem een gele kaart. We brengen iets meer tempo in de aanval, de met de kleine jongens. Ja. Goed gered. Ai, jammer. Goed shot. In de handen van de Pedoma. Dat is een goede redding van Jens. Geeft vertrouwen aan de verdediging. Ja, en dit is gemist, maar aangetikt. Juist op tijd contact gemaakt door Thomas Bollard. Shot een beetje afgeremd en dan toch Jens die toch nog goed tussen beiden kwam. Dat was ook nog nodig. Lep. De man die het tempo maakt. Pinonen. Oh, schitterend gedraaid. Dus een heel ander type natuurlijk dan Patrai. Heel sneller. Iets minder shotkrachtiger, maar... Wow. In de hoek. Januma. Krachtig. Dus de aansluiting, ja, die is er nog niet helemaal. Dus de Belgen weer onder druk. Bij een 6-9 tussenstand. Opnieuw moet er eigenlijk gescoord worden. We zijn ongeveer halfweg de eerste helft. Van Wezenmaal, Koppeljaar. Ja, wow. De bal blijft zitten. Mooie wissel gelopen en Koppeljaar die het erg goed afmaakt. Zijn vierde doelpunt. En aan 100% als ik het goed heb bijgehouden. Ja, klopt. Houden zo zou ik zeggen. Ja. Maar ze zullen ook stil en wel gaan kennen, de Esten. Je moet nu ook even in de verdediging blijven, omdat de eerste vlieg naar voren zijn gekomen. Januma met Lep, hoekspeler nu. En, ja. Mooi afgewerkt. Inderdaad. Goed uitgespeeld op de hoek, helemaal vrij. En dan koelbloedig afgewerkt. Ja, vooral het tempo lag zeer, zeer hoog weer. Eerst te nemen iets meer tijd om de voorbereiding te doen. We zijn iets te snel gaan shotten. De voorbereiding zou iets langer moeten duren. En dan ze besluiten zoals die van er juist voordeed. Geraken die Belgen ook eens in die hoek. Oef. Veel te hoog. Dat zit hem met Patrai door het centrum. Ja. Wel beweging. Lep is er even af. Patrai. En niet te stoppen daar. Dieper gewoon door, laatst. En het is weer een alarmfase bij de Belgen, 7-11. Ja, je ziet toch de eerste iets zwaarder in de contrast. Gaan ook volledig in. Bij ons is er niet maar iemand die tot aan de cirkel geraakt. Goeie paas. Dit is goed. En wordt het een strafworp? Ja. Tim Houdrich die ingekomen is voor Nathan Bollard. Ja. Tim die een beetje sukkelt met de rug. Daarom, terug, wat normaal
begint hij. Maar het voorzorgen een beetje langs de kant houden. Wordt wederom gewisseld in verdediging. Jeffrey Jacobs voor de strafschop. Hij zit erin. Mag zelf. Peter Wissel en ook Jeffrey die het doel weer afmaakt. Dat is goed en we blijven toch nog in de wedstrijd. Ja. We zullen toch nog iets dichter moeten kunnen komen juist voor rusten. Inderdaad. Het is nog te veel. Hier weer heel snel die opbouw. Kijk, ja, ze bewegen. Snel rond, hè. Ja, schijnbeweging en dan hoog in de hoek. Ja, ik denk dat Christophe het, de hand van Patrij nog later in het gezicht krijgt. Die moet even opgelapt worden. Ja, dat komt dan. 7-12. Nee, het is 8-12 inderdaad. Die strafworp staat er nog niet bij van Jacobs. Het is niet al te erg. Van Wezemal kan doorgaan. De grootste man in het team hebben we nodig. Om die, geweldige Patrij toch mee af te stoppen. Ja, dat is een voorramer. Als je arm doorkomt en bent je wel laat, dan dat weegt wel. Roel Valkenborg in de plaats. Maar uit de plaatselijke club neerpelt hier. Ja. De hoek wordt nog eens in het spel betrokken. Hier, Kouwenbergs. Koppeljaar. Ah, blijft scoren. Zijn vijfde. Ja, iemand die op zijn eentje eigenlijk de Belgen een beetje bijhoudt. En koelbloedig blijft afwerken. Dat is al mooi. 5 goals. Zeker in één helft. 9-12. 19 minuten ver. Ze beginnen traag en dan komt die versnelling. Hier beginnen ze dan. Ja. Hij doet het. Ah, goed afgeblokt. Jens. Ja, prima. De eerste keer dat Patrij wordt afgestopt, echt een blok krijgt. En kunnen ze daar nu van profiteren. Voor de mentale zou dat goed zijn. Ja, nu even rustig blijven. Er is tijd genoeg. Een goede voorbereiding. En dan afmaken. Jeremy Valkenborgs. Afgestopt. Dat is goed gedaan van Jeremy. Gaat heel diep en Roel die dan de kans krijgt om te shotten. Maar toch wel iets beter moet afzetten. Dus het zal opnieuw in verdediging moeten gebeuren. Patrij even op de bank. Pinonen staat erop met Lep. Lep hier. Ja, goed afgestopt. Ja, ja, ja. Goed opgezeten. Pinonen. Ook hij raakt niet door. Net te laat. Jammer. Bollaars. Hier, joh. Uit. Okay. En yes, jammer. Tijd begon wel te tikken, denk ik. Ja, dat gerust een tijdspel komen op deze moment. Goed verdedigd. Van Koen Hoebrechts. Aangelopen. Dus wel uitbraak nu. Batom. Helemaal naar buiten. Ja, voorbij dan op je. Te scherp. En nu vermijden dat ze scoren. Ja. Ah, goed teruggelopen. Dat is goed gedaan.
Kallenberg is net op tijd terug. Het was nodig. Ja, inderdaad, want anders had het wel een doelpunt geweest. Coach Hesse, ja, die bijpraat met zijn verdediging. Die zegt dat hij beter had geshot dan gelopt. Maar de hoek was wel vrij scherp. Maar goed, het gelopt wordt allemaal belaat. Meghi, vastgehouden even. Grote pivotspeler nu. Nu krijgt het tijdspel. Moet het snel werken en hij scoort. Dat is het voordeel natuurlijk. Als de tijd, als de klok begint te tikken, heb je altijd de patraai achter de hand voor een verre. Dikwijls werkt dat ook negatief voor de verdediging. Dan iedereen denkt dat het tijdspel gaat gefloten worden. Maar is het niet meer aandachtig en dan krijg je deze shots natuurlijk. Onderhands gemist van Kerimi, maar ja, en dit is goed. Kallenberg. Goed recupereerd. Dat is wat pech voor Arber, maar Thomas die het oplost. Dat is goed meegenomen. En weer nu arbeid in defense. Niet te stoppen daar, Januma. Kerimi, Koppeljaar. Kerimi, gered door Alexiev. En nu is het misschien wel 5 punten het verschil. Laat het niet gebeuren. Goeie redding. Ja, je ziet de aanvallen van de Esten duren veel langer. De voorbereiding is veel langer. We gaan iets te snel afwerken. Let eens in het doel overigens nu. Met een eerste goede redding. Koppeljaar, nee, geraakt niet door. Helbrechts. Kallenbergs. Ja, goed. Zag het gaatje. Ook hij begint te scoren. Ja, mooi shot van Thomas. Komt als hoek op bak shotten. Kan hij ook natuurlijk, je ziet het wel. Is niet gemakkelijk, hij speelt altijd onder druk. Mogen niet meer missen. Iets meer dan 5 minuten. Ja, hier komt de blokfout van de pivot van de Esten. Het is een cirkelfout. 14. Koppeljaar, 5 doelpunten. Nog niet gemist. Kiest een shots uit. Gert en Matthijs in het centrum nu. Glijdt weg. Maar even aangetikt. Hij mag dan even gaan rusten. Goeie laatste stalen minuten voor Kallenbergs. Twee broers Matthijs op het canvas nu. Ruben op rechterhoek die eigenlijk nog junior is. Ja, een beetje zoeken. Moeilijk. Die bal gaat niet snel genoeg rond. Aanval een blokfout. Ah, perfecte paas in handen. Dat wordt duur betaald. Ja. Johansson. Als een sneltreiner vandoor.
11, 15. Dus zit het er nog in. Helemaal terugkomen. Het wordt moeilijk. Tijd in het nadeel van de Belgen nu. Koppeljaar afgestopt, maar rebound goed geplukt, Hubrix. Ja, rebound van Koen Hubrix. Ja, je ziet de vertwijfeling, er wordt niet genoeg aangezet. Je zal hem veel meer moeten penetreren tussen die isten. Dus de eerste keer dat Koppeljaar miste, maar hij moest wel werpen, hè, denk ja, ik. Ja, goed, niemand meer aan de goal. Dus dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Hè. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, oh, bijna. Bijna een steal. Ja, goed verdedigd. Weer goed. Goed fout. Oké. En nu kan hem opbouwen. Rustig aan. Nog 3 minuutjes. Probeer die klok zo klein mogelijk te houden. Time-out. Wij krijgen time-out. Wij gaan zo dadelijk mee met elkaar luisteren. Quand tu vas tout droit, ils vont penser que tu vas donner là. Ouais. Viens ici tout droit, tu vas donner là. C'est ouais. Yvan qui vient fort. Parce que tu te retournes et tu les donnes ici. Viens dans ton dos, tu fais écran. Boum. Ça va? Allez, viens. On a le temps. On a le temps. Viens dans le tempo, on gagne. Jump. Ja, het was een nummertje tussen Koppeljaar en Gert-Jan Matthijs die iets in elkaar moeten knutselen. Alle twee volgaan, maar hij vraagt ook wel eerst een rustige voorbereiding te doen van deze aanval. En het kloof zo klein mogelijk houden naar de rust toe. En dan inderdaad is er een afspraak, maar ik heb het niet goed kunnen horen, dat is veel lawaai. Ja. Tussen Gert-Jan Matthijs en Gert-Jan en Ivan die afspraak maken om tot een goed eind te brengen. Het zou mooi zijn terug te komen op 2 of 1 doelpunt, juist ja. Voor de rust. 1 zou fantastisch zijn. Laten we al voor 2 gaan. Hier. Voorlopig trage opbouw nog. Een dreigende kop weer. Afgestopt. Balverdeel voor de Belgen. Hij heeft in balbezit, dat is voornaam. Hier Habrechts. Hap, en nu. Oeh, dat is jammer. Ja, spieg. Je ziet, als je zo wat onder druk speelt, dan slaagt dat natuurlijk wel tegen. Als je voor staat, dan zal je zien, dan zal die bal wel binnenvallen. Maar ja, goed, we zullen erdoor moeten. Nu proberen de eerste tegen te houden. En dan misschien via een break toch wel die aansluitingstreffer te maken op 2 doelpunten. Vooral Patrui nu in de gaten ja, houden. Zijn hoekspeler komt hem helpen. Lees. Oké, goed. Oké. Oeh, dat is pech. Tomar die de bal tegen de voet van Tom Robijn slaagt. Dat zit ook niet een beetje mee. Vooruit. Dat is goed in. Met de bal. Misser. Bal is te ver gespeeld. Nu opbrengen. En afwerken. Ja. Oké. Hier is hij weer. Koppeljaar. Goed op zaal. Nog even bekijken. Ja, inderdaad. Super fout. Ondertussen, doelpunt voor de Esten. Jammer. Spijtig. Dit hadden we nodig, dat doelpunt. Ja, wel weer 3. En nog een goede 40 seconden voor een laatste treffer. Het zijn er 4, 12, 16. Eerste mister van Ivan, spijtig genoeg. Op een belangrijk moment.
Wanneer komt hij? Beslissende aanval. Red, jammer. En hoeveel hebben de Esten dan nog? Nog 10 seconden, dat zal misschien wel voldoende zijn. Ja, nu doen we nog in. Rampscenario, 5 doelpunten het verschil. En zo gaan we rusten met 12, 17. Het zag er even wat beter uit. In de golven zijn ze teruggekomen tot op 2-3 doelpunten. En op het einde toch weer die Esten. Esten vlaggen. Nou, die supporters zullen zeer tevreden zijn. En coach Sia, ja, die heeft wat werk tijdens de rust. Ja, je ziet hoe sneller het kan veranderen. Hè. Als hij van het doelpunt scoort, dan kom je op 2 doelpunten. En nu lopen die eerste direct nog 5 doelpunten uit. Ja, dat is veel, hè? 5. Om die kloof te dichten tegen zo'n sterk blok. Ja, dat wordt zeker veel. De hoogtepunten van de eerste helft. Met Koppelier, beste speler aanvallend in het team van de Belgen, ongetwijfeld. Niet bij contact, dat die bal nog doorgaat naar die pivotspeler. Daar moet je het spel proberen stil te leggen. Een aantal breaks van de Esten, die zijn natuurlijk ongenadig afwerken. Eerste shot van Herbert Kinney. En dan weer snelle tegenaanval. Ja. En die zijn dodelijk. Ja, ook mentaal wegen die heel, heel zwaar. Dat zijn doelpunten die dubbel wegen. Dat was de eerste shot van Thomas Bollard. En hier een goede break. Mooi afgespeeld. Johansen, een van die hamers bij de Esten met Januma en Patrai. Ja, je ziet ook dat het niet alleen Patrai is in deze ploeg. Hè. Het is ook wel Januma, die en de pivotspeler die ook wel een aantal doelpunten negen op pak heeft. En hier, dit is de laatste zeker. Ja. De ruststand 12-17. Dan gaan wij ook even pauzeren. En we willen ons terug over een tiental minuutjes.
zijn klaar voor de tweede helft. 12-17 dus. Dus werk voor de boeg. Voor de Belgische ploeg. Este met het eerste balbezit. En dan is het duimen voor onze verdediging. Ja, de eerste die twee nieuwe hoeken inbrengen, maar toch met vier sterkhouders blijven spelen. Patraai, Janima, Lip en Johansson. Ja, goed contact van Nathan. Tegen Johansson, een sterke beer aan de cirkel, die nu een beetje... Het is Janima. Geraakt er toch nog door. Ja, de Belgen die nu met een lange wissel zitten, dat is daarom dat Ivan in verdediging blijft staan nu. Goeie redding. Goed. Goed. Jeff Letters dus nog altijd in doel. Hij heeft zichzelf niks te verwijten. Zijn collega Terrell trouwens ook niet. En nu. Het is een aardsmoeilijke opdracht. Ja, Jerim die Danny Zee inbrengt. Samen met Joris Stak. Twee nieuwe spelers. Fries van de bank. Danny is hier afgestopt. De man die in Italië speelt. Tak. Ja, loopt zich te pletter op het blok. Gered nog. Aan de andere kant hebben ze dat gezien. Hier helemaal vrij aan de linkerkant. Nee. Nu te laat. Bal buiten en bal voor de eerste. Ja, vrij kleine ploeg nu. Van de Belgen. Hopelijk gaan ze dan heel snel spelen. Het kanon geraakt voorlopig nog niet in schietpositie. Eerste die natuurlijk nu meer op balbezit gaan spelen, langer die aanvallen gaan uitspreiden. En hier komt hij, Maite aan met Patraai. En nog altijd geen doelpunt. Zoals in de eerste helft. Blijft bijna twee minuten blank. Joris Stak ook gered. Rebound. Oh, gemist. Hoebrechts. Bal voor de Belg dan ook. Keeper heeft de bal aangeraakt. Dat zijn dingen die niet mag gaan verliezen. Ja, twee keer al een tweede kans. Dus alerte Belgen. Maar de afwerking is er niet. Tak, gaat die Danesi bij zich roept om te assisteren. Ja. Koppeljar. Die even aan het shirt trok van Johansson. En twee minuten straftijd voor Koppeljar. Ook dat nog. Het is een terechte beslissing. Laat hem even aan het shirt. Ik denk dat het anders is, want Ivan blijft staan. Ja? Die stak die de twee minuten krijgt. Het kan zijn. Ik had even gedacht dat het Koppeljar was. Na zijn mislukte poging hier, ja. Oh, maar ja. Ik denk dat Joris iets sneller terug was dan Ivan. En dan de noodrem ging hangen. Dus de Este in overtal. Vanuit de hoek. 12-18. Geduldig, slim uitgespeeld van de Estland. En nu tegen die Estse muur. Met zijn vijven.
Tim Bouwer is aan de kant en Tom Robijn is in de plaats. 5-6. Komt erop aan nu die bal zo lang mogelijk te houden. En misschien ook in 2 minuten straftijd aan te smeren. Oh. Dat is een goede poging. Moedig van Thomas Bollard. Maar moeilijk gaat ook, zie je wel. Daar moeten ze zich aan vastbijten. Foutief blok van Esther Pivot. Rustig blijven nu. Nog 40 seconden met 5-6. En we houden daar gelijke stand. Maar het verschil nog altijd 5 doelpunten. Het zal dus straks in de eindsprint moeten gebeuren. Goed gedaan van Nanezi. En ja, vanuit die linkerhoek komt er altijd niks. Topjaar vastgezet. Nog 6 seconden en terug met 6-6. Goed uitgespeeld van Ivan, geduldig. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Team die terugkomt. Nanezi en hier nu, die linkerhoek. Hij mist. Er zat meer in. Dat zijn de kansen die de Esten niet missen er juist. Nee. Patraï. Oh, mooi achteruit. Oeh. Oh. Verwoestend. Schitterende beweging. Dan gegeven. En afgewerkt. Door Januma. 13-19. Het kalf begint te verdrinken voor de Belgen. Ook Koppeljaar begint te missen. Poging was niet slecht, maar ja. Niet binnen de palen. En de Esten nu in een zetel met 6 doelpunten. De marge, geen druk voor hen. En dan valt meestal alles wel mee. We gaan ook nu balbezit spelen. Hoe langer de aanval duurt, hoe minder tijd dat de Belgen hebben om terug te komen. Goed overgenomen. Goede verdediging van Nathan. Staat sterk te verdedigen. Januma gooit hem weg. Dat mogen ze nog een paar keer doen. Nu snel. Snelheid. Koppeljaar goed doorgegeven. Dat is het. Goede vlotte beweging. Na die kruising, bal niet eens doorgespeeld. En dan vind je ook wel een gaatje in de eerste beweging. Dus vandaar dat moet het komen. Dus er is nog een beetje hoop. De supporters die om tijdspel vragen, want de Esten toch wel krijgen het nu. Die opletten. Och. En dan heb je meneer Patraï die alles richt zit natuurlijk. Dus, Hij gaat toch weer aan zijn 10 doelpunten komen, denk ik. Kunnen we nog eens bij Habrechts geraken? Het is ook goed dat je... Dat moeten ze meer doen, hè, van afstand. Dan krijg je ook meer ruimte op de cirkel. Blijft voorlopig 5 doelpunten, maar we komen niet dichter. Ja, en ook onderhands nu. Pinonen. Danesi. Komt hij weer van op afstand. Hij is naar binnen Kouwenbergs.
Tanesi met de tak. Loopt er goed door. Ja. Een mooie beweging. Mooi afgewerkt boven het hoofd van de eerste keeper. Niet veel plaats in de grote jongen. Marius Alexeev. De Russische naam. Achternaam toch. Ah, gestopt. Nee. Dat er eigenlijk gestopt. Koppeljaar op de bank. Van Robijn in de plaats. Ja. Stil aan leeg gespeeld, denk ik, Koppeljaar. Hier tak. Hoop rechts. Nog eens. Goeie redding van de keeper. Janua. Ja. Goeie combinatie. Simpel uitgespeeld. Twee sterke jongens, Januma, Johansson. Het blijft moedig verweer van de Belgen. Maar ze geven niet indruk die kloof te kunnen dichten. Ik kan dus te lang moeten kunnen dichter komen. Goede beweging. Ja, goed ver. Goed rechts bij Rijks. Daar zit ook al een doelpuntje naar 4. Ja, mooi aangespeeld door Danizzi. De eerste die geen haast hebben op deze moment. Janema. Ja. Om de beurt. Patrai, Janema, Johansson. Killers in overvloed bij de eerste. Ja, en vooral langs de twee kanten. Zowel links als rechts wordt er goed geschoten. Jeffrey Jacobs nu op de linkerhoek. Bal voor de Belgen. De verdediger afblokt in tegenstelling tot de keeper. Blijven de aanvallers in balbezit. Dan zie. En tak. Ja. Had de ruimte. Dan blijven die toch hangen met 5 doelpunten. Ja, het is verdienstelijk. Maar de Esten hebben het onder controle. Dat zie je, dat voel je. Hier, vrijstaand. Lopje. En goal. Robijns, bewegelijk. Schijnt dat hij iemand een kaart mogen geven. Een beetje zoals in het begin van de wedstrijd. Toen hij ook wat kaarten kon afdwingen. Dat heb ik daarna nog maar weinig gezien. Er zijn 3 groepen. Die een pre-kwalificatie toernooi spelen. Behalve dus België, Estland, Ierland, ook Luxemburg, Cyprus en Finland.
in Italië, Griekenland en Groot-Brittannië. En de drie winnaars die spelen dan tegen de slechtste drie van het EK. Mooi uitgespeeld. En dan... Ja, demonstratie nu van Estland. Johansson typisch met het vuistje. En dat ze na de misser van de Belgen keihard afgestraft. Ja, opletten nu. Ik hoop dat de Belgen nog een vuist maken. Ook al zijn de Esten beter en zullen ze die wedstrijd waarschijnlijk al winnen. Laat ze blijven voorgaan. En dan ja, heeft die keeper een geweldige tweede helft. Ja, hij heeft een aantal stops voor zijn rekening. Je ziet dat de Esten niet overhaast gaan. Spelen zonder druk op deze moment natuurlijk. Ja, die kloof is zo veilig. Zeven doelpunten. Het is Janima. Een fout op Pidonen van Robijns. De minuten er bovenop. Dus de Esten in overtal. Dat doet hij goed, Patrick. Zijn hoekspeler bedienen. Nog een gaatje vinden. Kopliar opnieuw op het terrein. Jacobs komt van ver. Kopliar tak. En opnieuw Kopliar heeft Patrai voor zich. En hier tak goed. Tanesi. En weer een goede redding van Alexeyev. Nou, België met een mannetje minder spelen. 5-6. Moeten opletten nu. Patrai kiest aan de rechterkant voor Lep. En dan moeten we stilaan op... beginnen passen voor een afstraffing. 2011, WK-kwalificatie, 2030 toen. Timeout genomen door Jirim. Ik kan nu twee zaken doen. Hè. Je kan risico's gaan nemen en toch naar die afstraffing gaan of proberen toch nog voetje te komen. En man to man. Ja, dat zal nog iets te goed zijn dus, om daar aan te beginnen. On est 5. Pas chercher tout de suite à le faire. Il faut vraiment gagner du temps. D'accord? Ailleurs, si on est 5, il faut vraiment qu'au niveau du croisé ici, Joris, tu rentres au milieu des deux. Je ferai, tu cherches pas à croiser d'abord là, tu cherches à retrouver ici Joris à l'intérieur. Mais on a le temps de le faire. Si tu n'arrives pas, alors Yvan, il vient comme on l'a fait tout à l'heure. Dès qu'on fait des croisés autour des deux, il s'écarte, Yvan, il est tout seul au centre. Et quand on sera à 6, il faut encore faire ça. Faut croiser autour des deux là. D'accord? Ok les gars, défense, il faut s'engager un peu plus maintenant. Et on se fait. Hey, 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 fini. Allez, come on. Ok. Nou, vraag het nog even rustig aan te doen tot ze terug met 6 zijn. Maar dan? Ja. Dat zal nog wel lukken. Maar kunnen we daarna een eindsprint inzetten om het verschil nog wat te verkleinen. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Er komt een terugwedstrijd in juni in Estland. En stel dat daar de Belgen zich kunnen overtreffen en winnen, dan telt het doelsaldo.
Oeh. Overgave dat wel, maar het zit niet mee. En je patraai. En dat scoort niet. Kan de beste overkomen. Ja, ik kan ook missen, zie je wel. Ja. Jens Lievens met de inworp. Johansson die het grondduel won. En dan helemaal vrij. Via de paal buiten. Dweilpauze is af en toe. Het publiek zit er nog vrij gelukkig bij. We zien hier een topploeg aan het werk, Estland. Van Wezenmaal staat er opnieuw op. Dat is lang geleden. Wat meer gestalte. Hier komt hij. Koppeljaar met Van Wezenmaal. En nu? Koppeljaar afgestopt en dan ingooien van Jacobs. En weer die paal van Wezenmaal. Ja. En de Esten blijven hun tijd nemen. Nu zelfs helemaal niet geconcentreerd, Johansson. Die een cadeautje krijgt van Januma, maar het helemaal niet had verwacht. Wezenmaal met tak, Wezenmaal opnieuw. En daar loopt het dan fout. En dan Habrichs vastgehouden, nee. Schoof door tegen de muur. Nou, de bal die wat nat is natuurlijk in doorschuift ook. Op een natte plaats. Ja, hij stopt op tijd. Rustige coaching. Er valt weinig te zeggen. Gaat zijn invallers laten spelen. Maar nogmaals, het doelsaldo is toch ook belangrijk. Al zullen de Esten er wel vanuit gaan als ze hier winnen. Dat ze dat thuis ook wel zullen doen. Ja, hij tukt hem in twee keer, Habrichs. Dat was niet gemakkelijk, Rieke Frazi. Ja, stilaan topschutter van de Belgen. Dat is niet super bediend van Wezenmaal, een beetje doorzichtig. Maar het enige meeval, één keer meeval voor de Belgen dan. Nieuwe pivot. Ook in de eerste helft hebben we hem even gezien. Meggy. Patrijn nu helemaal vrij. Meedogenloos.
dit keer wel geconcentreerd. Ja, het is helemaal vrij. Komt helemaal vrij achterdoor en dan wordt het moeilijk. Ondertussen snelle aanval van de Belgen afgestopt. Minder dan 10 minuten. Het wordt opdracht de nederlaag zo klein mogelijk te houden. En dat wordt aars moeilijk. Lep. Koppel weer te laat bij zijn verdediging. En nog eens een slordigheidje. Van Wezenmaal. Nee, hij krijgt hem er niet in van op afstand. Ja, Giffrey helemaal vrij stond op hoek hier. Ja, ja, die linkerhoek die wordt niet gezien door de Belgen. Wat nieuwe jongens bij Estland. Tak dan nog eens. Ja, en Jacobs die lijn maar blijft aflopen aan de linkerkant en geen bal te zien krijgt. Janema. Fantasietje door de benen, mislukt. Ik zie dat we van de nonchalance kunnen profiteren. Ja. Het is al een vijftal keren net niet. Blijven op die 19 staan. En hier 10 doelpunten verschil. En dan spreken we toch van een afstraffing. Zes en een halve minuut nog. Wordt het een leidersweg? Eindelijk 2 minuten. Eerste tijdstraf voor de Esten. Dus de Belgen nu met een mannetje meer. Al iets te laat in de wedstrijd. Hè. Die 2 minuten hadden we veel vroeger moeten gaan. Via de hoek en scoren. Mooi afwerking naar Ruben Matthijs. Ja. Zeldzame goal vanuit de hoek. Abadiki speelde op Patrai.
Goeie redding. Klein vast. Van Meijzenmaal wordt vervangen. Dan is hij. Hij voert zich heel door. Dat ben ik. Dus twee doelpunten in de overtal situatie. Het is een beetje beter nu, de score 21-29. Nou, wisten die nu elke fout kunnen gebruiken natuurlijk. Om de klok te laten lopen, om het verschil zo groot mogelijk te houden. Al die 1-2 minuten. En strafworp. Patrij gaat het zelf doen. Ja, mist. Goed gekipt. Hij heeft heel cool op die schijnbeweging, had hij voorzien. Hij bleef goed staan, wachtte zijn tijd af en dan moet hij natuurlijk binnen de 3 seconden werpen. Had zeker gedacht dat Jens zou naar beneden gaan. Vastgepakt, ook een strafworp. Deins. De scheidsrechter die gezien had dat Johansson insnijdende hoek in de cirkel duwde. En onze vaste strafopnemer Jeffrey Jacobs. De tweede doelman van Este. Stevige jongen, Naum. Daar moet Jacobs voorbij. Hij doet dat. Dus waarschijnlijk, we zullen maar even wachten. Geen 10 punten het verschil. Nu 7. Kan dat nog iets beter worden? Dat zou nog goed zijn. Fout. De tijd loopt nu voor Este. Moeten een poging snel ondernemen nu. En dan de ervaren Patrij dwingt de vrijworp af. Ah, weer knap. Wat een redding. Het tijdspel valt weg nu omdat Jens de bal heeft aangeraakt. Ah, is jammer. Dat verdiende hij niet. Met zijn cirkelspeler. En hier de vrije man. Wow. Open kans op de doelman. Beetje gebrek aan zelfvertrouwen hier bij Danesi. En zo dan wel. Een
doelpuntje mee pikken voor Jacobs. Niet alleen op strafworpen gescoord. Ja, dat is de enige die langs de grond probeert bij de boomlange patraai. En het lukt nog ook. Hè. Dus, ja, goede ingeving. Onmogelijke opdracht om daar over te gaan shoppen. Weer goede redding. Ja, doelmannen zijn goed. Stuk van de Belgen. Maar ook Alexeev staat als een huis. Pas door het midden. En weer dat lopje. Toch weer 8 punten het verschil. En we krijgen nog 1 aanval wellicht van de Belgen. Nog eens op het blok. Nog 10 seconden. Ja, nog een goede combinatie en nog een doelpuntje. Albrecht. En zo ligt de Hengst. Eindcijfers vast. 24-31. Nou, ik denk dat is er nog een time-out hebben gevraagd, juist voor het einde van de wedstrijd. Dus hoeveel seconden nog? Een seconde of 3-4? 3-4 denk ik dat ze dan in balbezit zijn. Ja, dan zijn ze toch bezig ook met dat doelsaldo. Zo waarschijnlijk. Juri Lep, lachende coach met de laatste aanwijzingen. Dus nog een paar seconden en dan zit de wedstrijd erop. Hier nog 3. Dat zou straf zijn. Wordt een afstand Sorp. Denken we toch? Januma? Patraai? Nee, mislukt. Goed, stilgelegd toch. Eindscore België-Estland 23-31. Ja, na de eerste helft was er nog wat hoop. 5 doelpunten verschil. Ja, maar we kwamen in de eerste 10 minuten van die tweede helft kwamen we niet dichter. We bleven op die 5 doelpunten hangen. En dat wordt het vertrouwen altijd maar minder en minder natuurlijk. We hebben een paar shots gehad op de lat, op de paal. Dan zit hij nog mee. En dan krijg je...